Rikske en Fikske van Nonkel Frans. Fikske laat niet met zich zollen. Er is een gaatje in die bal. Wat nu gedaan? Ha, ik weet het. Ik doe hem vol water. Nu pak ik Fikske een fijne poets. Fikske, kom eens hier. Kun je die bal in huis dragen? Waarom niet? Dat is niet zo moeilijk. Nu gaan we lachen, ze. Hé, je spuit me helemaal nat, deugen niet. Ik ga verstoppertje spelen met Fikske. Fikske zal mij zoeken en nergens vinden. Een idee, ik verstop mij in de kleerkast. Sst, telkens. Je schrikt nogal, baasje. Had ik me niet goed verstopt. Hier, vang de bal, Fikske. Hup. Je moet de bal in je muiltje vangen en niet op je kop. Oef, wat doet dat pijn, hoor. Nog eens proberen, kom, hup. Fikske heeft er genoeg van, geloof ik. Oef, ik zet een helm op, dan voel ik die bal niet meer. Ziezo, je bal hindert me niet meer, Rikske. Rikske heeft het bad vol voor Fikske klaargemaakt. Ziezo, nu krijgt Fikske een lekkere bad. Fikske, kom eens hier. Je bad staat klaar. Fikske komt afgelopen en kan zich niet inhouden. Hij botst tegen Rikske op en die valt in het bad. Ai! Waar is mijn bad, baasje? En waarom lig jij erin? Deze keer bak ik Fikske zeker een poets. Fikske, kom eens even mee. Ik heb een werkje voor je. Breng dit zakje eens naar de keuken. Ja, baasje. Fikske bijt het touwtje door en wat ziet hij? Al de aardappelen rollen over de vloer. Wat heb je nu weer uitgespookt? Moeder zal kwaad zijn, hoor. Je moest het lege zakje toch terug hebben. Rikske, dat ziet er lekker eten uit. Is dat voor mij? Nee, dat is voor de konijnen. Konijnen. Die diertjes zullen er lekker aan kunnen smullen. Hier zijn, lieve diertjes, kom eens hier. Verdraaid, is me dat schrikken, wat doe jij hier? Kom Fikske, we gaan eens zien of er nog pruimen hangen. Daar, kijk, er is er een rijp, maar ze hangt zo hoog. Wacht, ik haal een stok. Zo zal het wel gaan. Even schudden en... Oh. Hé, hier kleine dief, die pruim is niet voor jou, maar voor mij. Fikske, wil je me even helpen? Moeder vraagt dat ik de ladder buiten draag. Vooruit, je pakt ze vooraan, pak jij het andere uiteinde. Oei, wat is die ladder zwaar. Gaat het, Fikske? Het gaat best, hoor, baasje. Oef, wat was dat een karwei. We zijn er eindelijk. Ben jij zo moe, Rikske? Ik vind het toch niet zo lastig. Moeder roept. Rikske, je moet je tanden netjes poetsen. Dat doe ik, moeder. Ziezo, dat is in orde. Kom, Fikske, ik zal jouw tanden ook poetsen. Boah, nee, dat smaakt niet lekker. Miezeze. Ai, kleine deugniet. Nu zie ik er niet lief uit, zeker. Ik moet me helemaal wassen nu. Rikske, breng eens 2 eieren. Ja, moeder. Uien, wat is dat voor iets, baasje? Moeder doet altijd wat uien in de soep en in de saus. Is dat lekker? Zo'n uien zijn lekker, zegt Rikske. Dat wil ik ook eens proeven. Hé, nieuwsgierigheid gestraft. Een lekkere boterham, die lust ik wel. Er is zelfs een lekker stukje ham bij, maar ik doe er peper en mosterd op. Ah, ik heb helemaal geen honger. Fikske kan er maar eens deugd van hebben. Ziezo, dat wordt een verrassing voor Fikske. Tjie. Oei, ik heb mezelf gefopt. Dat is een boterham met mosterd en peper.